Dag iedereen, ik ben Ivan van de Bovenkamer. Of enfin, ja, dag iedereen, dat klinkt nu zo pretentieus. Hè. Dat is precies dat iedereen aan het kijken is. Maar, allez, ik ga ook niet doen gelijk op de VRT. Dag, beste kijker. Dan is precies dat je maar één kijker hebt. Dat is ook belachelijk, hè. maar zwart. Dus, voilà, welkom bij de Bovenkamer. Uh, trouwens, allez, ik heb hier iets moois staan, maar ik wil u eerst iets vertellen. Eindelijk, eindelijk is de pandemie bijna voorbij en kunnen we denken aan versoepelingen. Trouwens, dat hoort op de, ze hebben dat echt gezegd op het journaal, hè, rond de versoepelingen van 9 juni daar. Hè. Dat alles terug open mag en langer avondklok en avondklokken en al die ziever. Enfin, dus uh, er zijn veel mensen die een moeilijke tijd hebben gehad en ze hebben dat letterlijk gezegd. Hè. De sekswerkers hebben een harde tijd gehad tijdens de coronaperiode, dat is natuurlijk waar. En dan met de versoepelingen, kunnen die ook terug aan het werk. Maar ik denk eigenlijk dat vooral hun klanten een slappe tijd hebben gehad. Maar by the way, zij uh, zijn al gevaccineerd. Ik heb mijn piqûre gehad, hè. Dat zijn nogal verhalen, allee, dat er ronde over die vaccinaties, hè. Zeg. Allee, je hebt die antivaxxers die daar tegen zijn. Dan heb je degenen die niet geloven dat, de, dat corona bestaat, enzovoort. So, allee, ik ben mijn piqûre gaan halen. Allemaal cowboyverhalen, hè. Je gaat daar binnen, je krijgt die spuit, niks aan de hand. Alhoewel, uh, dat je daar magnetisch van wordt, dat klopt eigenlijk wel, hè? Ja, 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 je moet daar niet van verschieten. Dus, pikuur, ik wandel naar huis. En voordat ik het wist, was ik in een baan rond een verlichtingspaal aan het cirkelen. Maar echt waar, hè. een kwartier. Allee, ik raakte er niet weg. Hè. Ik kwam door een wielerterrorist af. Je rijdt mij daarom ver. Eindelijk was ik van die paal verlost. He, en hij is Goh, miljard, je begint daar te voelen. Kom, de fiets, geef dat terug, geef dat terug. Ik zeg: wat wow, the fuck? Ja, die fiets plakte aan mijn arm. Ik naar huis met die fiets aan mijn arm. Het was gelukkig niet te ver. Eerder tijd die een ambassade achter mij zo. Geef dat terug, geef dat. Die ding, die, 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 die. Ik zeg: Godverdomme, heb ik iets aan van u misschien? Ik heb hier dus een leuke videoconsole van, ik denk eind jaren zeventig, met wat losse spelletjes. Uh, trouwens, dat weer van de laatste tijd, mannetjes. Met die neerslag, allee, hier in het Pajottenland en vooral waar dat ik zo wat woon, uh, allee, rond uh, Ternat, Wambeek, uh, Schepdaal, Dilbeek, dat is hier wat geweest, mannetjes. En drasje, en drasje, en modderstromen aan alle kanten. Je kunt niet, je kon hier niet meer weg, er stond overal modder. Enfin, de, in straat ook, hè. Dat, zo, pff, dat komt van de velden af, alles bruin. Allee, de schepen van openbare modderstromen, die komt dan kijken, slef, slef, allee, wat is er hier gebeurd? Eh, die komt dan een keer polsoog te nemen en zo, ja, ja beste schepen, allee, kunnen daar niks aan doen, man, dat, dat, dat is hier elke, elke keer hetzelfde. Hè. Ja, maar ja, zegt hij, ja, ik wil wel, ze, ik wil wel, maar het is mijn bevoegdheid niet, hoe is uw bevoegdheid niet? Ah, wel, ja, luister, die modderstromen die gaan over de weg. En hier is dan een gemeentelijke weg. En je hebt natuurlijk die stroom is vertrokken van dat veld achter de provinciebaan. En die is dus over de provinciebaan gegaan, dus dat is voor de provincie om op te lossen. Ja, fuck you, mod. Allee, en zo begint dat. Ze alle niveaus gaan het op elkaar steken. Zwart. Allee. Maar ze hebben een, 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 hoe noemen ze dat? een taskforce opgericht met de verschillende niveaus, en dan gaan ze bekijken hoe dat ze dat kunnen oplossen te samen. Ze gaan echt samenwerken en vergaderen en zo. Daar gaan ze dat allemaal mee oplossen met de vergaderen. Ze hebben daar ook een aantal experts in gezet, Frank de Bozeren, onder andere. Afijn, Frank de Bozeren die heeft al zijn advies gegeven: hè. als het regent, blijf in uw kot. Simpel. Trouwens, uh, je moet er allemaal zo geen spel van maken. Elke ramp brengt opportuniteiten met zich mee. Je moet dat zo bekijken, je moet dat positief bekijken. Elke ramp brengt opportuniteiten met zich mee. By the way, Jan de Nul, die is ook op zijn en oprit begonnen. Allé, bon. Dus de home videogame, de uh, programmable TV game console met uh, aparte spelletjes op een kartouche. Ik hoop dat er geen PFOS in zit. Hè? Want tegenwoordig mannetjes, allez, ze hebben weer iets gevonden om zich moe over te maken. Hè. Nu zit er ineens overal pefos in de grond en is dat kei slecht voor de gezondheid. Jongen, jongen, jongen. En ons kiekjes fretten daarvan natuurlijk. Die, dat komt in hun eieren terecht. En wij bakken een eiken met spek speksmorgens en dat ah, is allemaal niet goed. Nou weet je wat er nog overblijft van onze spek morgens? Je moet dan een keer over nadenken. Hè? Vroeger was dat een dikke klont boter een paar lappen spek erin met veel vet aan. een ei of drie erover en veel zout en peper allee. en dan was het ja maar boter dat is toch dingen vet, cholesterol dat... je moet margarine pakken of niks enfin, allee. geen boter meer allee. spek, eieren, zout ja maar dat zout mannetjes uw bloeddruk dat is echt niet goed dat is slecht, je mocht zoveel zout niet gebruiken weet je wat, we zullen er geen zout meer op doen is het nou goed? Alle spek mee, de kool. Maar, lekker. Oh, varkenvlees, varkenvlees. Dat is niet gezond, hè, mannetjes. Daar zit te veel vet in. Cholesterol. Je hebt de hartkwalen en heel de zand. het is goed. We zullen dan eieren eten, hè. Ja. Er zit pefos in uw eieren. Ja, mannetjes, allé. Pefos. Eh, niks. Niks kunnen je nog in. En dan, hè. Hier. Die anti-aanbaklaag, hè. Wat zit daarin? Pefos. Ook PFOS, die een bodem hier, dat moet gesaneerd worden. Allee, zijn, zijn ze nou serieus? Dioxine kippen, fipronil kippen, PFOS kippen, oh, wat is het volgende? Tefalkippen kippen of wat? Ja, sorry, ik heb mij een beetje laten gaan. Uh, ik heb nou geen hoesting meer om dat hier nog open te doen, met al dat gezeik tegenwoordig. Uh, ik ga een beetje naar de voetbal kijken. Toi, toi, toi. En tot volgende keer in de bovenkamer.